Goedemorgen. Goedemorgen. We controleren hier op eventuele loodsgrondreinigingen. Oh, dat is mooi. Want hier kun je binnenkort de gegevens uploaden naar de basisregistratie ondergrond. En dan zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken erg blij mee. Ja, want water en bodem zijn sturend voor de grote opgave. Nou, je weet dat SIKB ook al jaren bezig is met het werk aan standaarden voor milieukwaliteit. Hè? En, we proberen partijen bij elkaar te brengen en uiteindelijk die standaarden die we maken, die moeten passen bij onze normen en onze richtlijnen. En als dat zo is, dan hebben we straks milieuinformatie die we op een mooie manier toegankelijk en uitwisselbaar kunnen maken. Goedemorgen. Goedemorgen. Geonovum faciliteert het maken van de informatiestandaard voor milieukwaliteit. We hebben al jarenlange ervaring met het maken van standaarden en we hebben dat ook gedaan voor Brofase 1. TNO Geoloog Dienst Nederland slaat deze gegevens op in onze systemen. En we zijn heel blij dat met Brofase 2 onze systemen nog beter en completer worden voor het beeld van de ondergrond voor de Nederlandse samenleving. Mijn werk wordt gemakkelijker gemaakt met deze gegevens in de Bro, want op dit moment is niet alle bodemdata openbaar beschikbaar. Door het op een uniforme wijze te verzamelen van de bodemgegevens, wordt mijn werk efficiënter gemaakt en wordt onnodig bodemonderzoek voorkomen. Milieukwaliteit in de Bro, dat doen we samen.